Wij verdenken ze van grootschalige drugshandel, waarbij geweld en intimidatie zeker niet werd geschuwd, van vuurwapenbezit en daarbij het lidmaatschap van een criminele organisatie. Het is in ieder geval het feit dat het een groot onderzoek is, dat het een nauwkeurig onderzoek moet zijn, dat ook de omgeving van het kamp wordt onderzocht. En dat betekent dat we hier enkele dagen waarschijnlijk bezig zijn. Enkele dagen? En waar zoeken jullie dan naar? We zoeken in ieder geval naar drugs, naar geld en naar wapens.